Staan blijven. Oké, meldkamer, achtervolging, persoon met vuurwapen. Zo! We gaan even snelheid maken. En dan gaan we naar een melding van een moord. Ik denk dat ik neer ga worden. Staan blijven! Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP Duval Amor. Vandaag gaan we op pad met Wim, met de fiets, richting strand en omstreken Lekkerman. Ja, lang niet gezien op de fiets. Scooter hebben jullie ook heel lang niet meer gezien. Maar laatst probeerde ik met de scooter en toen crashte die. Dus, 12 ja, dat... Oh, ik heb iets op goed. Sorry. Ja, mijn licht doet het. Mijn andere licht alleen niet. Oh, hij crasht. Dat is niet goed. Ik zie jullie zo in ieder geval. We fietsen langzaam richting strand. Tot zo. Auw. Dat deed pijn. Jij gaat zo hard deze dan neergeschoten worden. Nou. Wapen net begonnen. Of verder niet. Zo. Die kan goed aan, jongen. Shotgun kogeltje erdoor. Doei. Nou, daar kunnen we super goed assisteren. Achtervolging te voet. Oh, kut. Dat is verkeerde. Dat is verhoor. Helmpje op. Helmpje op. Oké, okay, achtervolging te voet hier aan de gang. Even door het zand toch. Ik ben niet zo snel, maar... Het lukt wel. Hoi collega, ik ga erachteraan. Staan blijven politie. Staan blijven. Staan blijven maat. Ik ben aangehouden. Liggen blijven. Oké. Okay. Goed. Kom op staan. Ik ben aangehouden. Staan blijven nou. Kom op, geen gekke dingen doen. Oké, okay. Ik ben nu al verplicht in mijn recht om een advocaat. Kun je niet voorlopen, krijg je geen toegewezen. Eén collega vraagt om een assistentie. De collega is er inmiddels ook al er vandoor. Lopen. 12:05, ik ben onderweg. Dat is gehoord.
Hier zou mogelijk overlast zijn. Goedenavond, dames en heren. Rustig aan, we hebben niet handen omhoog. Ik krijg wel melding van overlast en het is een beetje... In dit gebied hebben jullie misschien iets gezien, want ik hoor net dat jullie het niet zijn via cameratoezicht. En jullie zagen er ook rustig verder uit hoor. Oké. Even kijken, daar stond iets met... Oké, dankjewel. Er stond iets met... Het was een prank call en misschien heeft hij het hier gedaan. Ik weet niet zeker of ik nou iemand moest zoeken die deze melding voor de grap had gemaakt of dat ik het gewoon moest laten gaan. Ik denk dat ik gewoon moet laten gaan. Rijdt alsjeblieft prio 1. Melding personen bestolen van de tas. Ja, oh. Oké, meldkamer, achtervolging, persoon met vuurwapen. We houden afstand. Zo! Handen omhoog, wapen laten vallen, goed zo, knieën en dan gaan liggen. Daar heeft hij een ambulance nodig. Niet schieten. Is alles oké? Okay? Heeft hij een ambulance nodig? Ik ben niet aan voor verplicht trouwens, ook al is het een vraag die ik misschien wel even zou beantwoorden. Laten we de verdiensten van een tas. Ik neem hem mee en ik breng hem terug naar de rechtmatige eigenaar. Dat bent u niet. Maar dat wist je al. Alsjeblieft, por favor. Oei, dit zit er niet gezond uit. Oké, alsjeblieft. Kan ik een Willy? Oh, oké. Meteen even snelle planga kopen of niet? Nee. Hallo? Ik heb mijn fiets gesloopt. Oké, dit weer. Ja, daar zullen we maar niet heen gaan, naar straat racen. Ja, nee. Oké, ik geef het op met de wheelies. Oké, meldkamer gaan kijken nemen samen met de 12-1. Oh, sorry. Hello. My new website covers all three of my careers. I need to hit a bar. We gaan even snelheid maken. En dan gaan we naar een melding van een moord. Gaan we het een en ander onderzoeken. Meerdere eenheden gaan we te plaatsen. Hey,
get home and get drunk. So. Time was. One Lincoln 18. Officers on scene. Respond code 2. Goed, meneer, hallo. Meneer, staan blijven, kom op. Oké, okay, meldkamer. We hebben één persoon die zet hem op een rennen. Bleef ook verstandig, blijf staan. Ik ga even fouilleren. Als ik iets vind wat kan leiden tot deze moord, ben ik aangehouden. Oké, okay. Goed. Waarom? Vroeg, zei je, ik ga niet terug naar de gevangenis en rent meteen weg. Ik vind het eigenlijk best wel verdacht. We gaan een ID zien. Goed. Oké. Okay. Mijn opmerking van als ik iets vind bij je aangehouden is niet zo slim. Want in principe zou ik hem... Ik heb niks gevonden, dus ik ben niet aangehouden. Maar ik ga hem wel aanhouden. Dus je bent aangehouden, staan blijven. Kom op. Collega, hallo. Tasertje. Gaat dit goed? Nee. Nee. Staan blijven. Nee. Dan krijg je gewoon aan, maat. Goed zo. Staan blijven voor taste. Ga er liggen. Ik ben aangehouden voor moord. Poging doodslag ook wel. Eigenlijk een doodslag, maar ik weet niet of die dood is. Je bent niet te antwoorden verplicht en meer recht op een advocaat. Wil je die? Dan kun je daar gebruik van maken. Heb je die niet, kun je die niet veroorloven, krijg je er eentje toe. Dat is verhoord. Had ik een transportje gevraagd? Ja, die had ik. Oké, okay, ja, ik moet even iets doornemen allemaal. We gaan door. Melding afgerond. Gaan wij deze trap af kunnen gaan? Hoi. Oh damn. Wij zijn goed. We moeten professioneel fietsstuntman worden. Melding dat er een drugsdeal aan de gang is. Om het toekie. Oh, nee, oh, daar heb ik geluk. Drink, 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 drink. Fietsen moeten langs. Waarom ben ik hier alleen naartoe gekomen? Ik denk dat ik neer ga worden. Oh. Ai. Met knop. Laden. We hebben er nog een. Ik moet mijn fiets pakken. We gaan er twee nog vandoor, collega's. Of lig jij op mijn fiets? Het gaat goed met mij, jongens. Kom op. Even de boefjes vangen. En je raakt in mijn arm. Daar gaan we niet dood van. Oké, okay, dat wordt ook flink geschoten. Kant. Aan de kant. Staan blijven. Handen omhoog. Wapen laten vallen. Goed zo. Je gaat liggen. Jij bent tenminste verstandig. Je vriendjes zijn dood.
Ik zeg het je maar even. In je kont. Zo. Zeg graag een transportje met spoed deze kant op. Oeh, ik ben ook in mijn gezicht geraakt. Ik was hartstikke dood geweest. Oké. Moeite deze heuvel op te komen. Hier zal nog eentje rennen. Die is helaas ontsnapt. Ik heb hem niet gezien, ik wil even hem. Ga je nou die zien? Goed, in verband met een melding. Even een algemene controle bij wat mensen. Kenteken. Dus ik wil even een ID zien. En ik ga je fouilleren voor mijn en jouw veiligheid. Om even uit te sluiten hoe en wat, oké? Oké, excuses, bedankt voor de meewerking. Je mag verder. Oké. Wij gaan door. Melding afgerond, staat op stil. Dan krijg je wel nog tot de melding tot hier toch iemand is geraakt, waarschijnlijk door een kogel. Samen met de ambulance gaan we dus hier naartoe. Dat is verhoord. Dat is verhoord. 6 all 20. Medical aid requested. Respond code 3. Of toch nog geliquideerd is. 6 all 20. Medical aid requested. Respond code 3. Copy that dispatch. Dat is verhoord. 6 all 20. Medical aid requested. Respond code 3. Oké, iedereen die hier in de buurt komt heeft problemen met mij. Oké. Okay. Portier, is dat je bericht voor alle wagens? Bericht voor alle wagens? Welk ziekenhuis gaan jullie? Dan zet ik hier de weg even af. Kom maar. Ah, oké, okay, nee, dat toch zin. Goed zo. Oké, okay, de drie verdachtes van de drugsdeal. Daarvan, of er waren er vier, daarvan zijn twee uitgeschakeld, één aangehouden, één is ontkomen. Daar gaat de forensische opsporing, of wie dat ook doet, gaat daar het een en ander bij doen, bij dat hele zaakje. En die zullen waarschijnlijk de vierde nog wel vinden, via camerabeelden, et cetera. Vervolgens kregen we een melding om de hoek, liquidatie, in ieder geval persoon neergeschoten. Leeft nog, dat is mooi, gaat mee naar het ziekenhuis. En wij gaan langzaam richting de laatste melding van een drukke dienst. Nou, hier hebben we niks aan. Daar moeten we ook binnenkort echt weer eens een video mee maken. Dus ik zet hem meteen op de lijst zometeen. Reddingsbrigade komt er weer aan, weten jullie alvast. In the ocean, oké. Okay. In de oceaan zou een voertuig met pech staan. Ik ga even kijken of ik hem kan helpen. Zou dat niet zo heel handig staan wat ik begreep, of haar. Vaak zijn vrouwen toch die een auto kapot maken. En grapje, grapje. Sorry mensen, niet boos worden. Heeft geen haast gebonden, geen prioriteit. 1 heeft de melding gekregen. Dus hoeven we daar niet snel te plaatsen. Ik hoop toch dat mensen met een gezond verstand ook snappen van hier staat een voertuig, staat daar stil, waarschijnlijk wat rook uit. Ja, dan moeten we omheen en niet tegenop rijden. Het is nou niet ook een plek waar heel veel verkeer rijdt, het is niet de snelweg, dus... Hoppa. Doek, 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 doek.
Hoppa. Ah, hier zo. Eerste, hoe kom je hier? Ten tweede, wat doe je hier? Ten derde, wat doe je hier? Misschien vissen. Hoi! Dan kan het plaatsen, 12 van 1. Ga eens kijken. Oeh, flink rook hè. Ik dacht je gas gegeven is zo interessant. Au, het is warm. Denkt dat u wat doet? Probeer eens. Yo, alsjeblieft hè, €50 alsjeblieft. Ik ben goedkoper dan ANWB. Hetzelfde geld is gestolen ofzo, ik scan even het kenteken. Ik ga het volgende kenteken voor me aantrekken. 6, 3, Delta. Oh, voor kom eens hier. 2, 2. Je rijdt sowieso iets waar je niet mag rijden. Even uitstappen, oké. Goed. Wil even een ID zien? Je registratie is verlopen. Je bent wel de eigenaar van het voertuig, zie ik. Goed, je rijdt hier, dat mag ook niet. Maar goed, ja, je moet hier wel via deze weg gaan verlaten. Maar je krijgt wel een bekeuring voor het niet hebben van een registratie van het voertuig. En dan gaan we beslag nemen. Dus je mag er niet meer rijden. En een geregistreerd voertuig wordt afgesleept. Even stoppen. Kom nog eens naar buiten. Kom maar fijn stappen nog een keer. Dankjewel. Alsjeblieft. Auto's weg. Doei. Mensen bedankt voor het kijken. Ik zie jullie graag over 2 dagen bij een nieuwe video. Zoals altijd. Tot dan. Ja, doei.